Nou wil ik toch nog aan het einde van dit gesprek, want we zitten al een behoorlijke tijd aan het praten. Maar ik wil toch nog drie dingen met u doornemen. Want ik bedoel, zo'n jaar is niet alleen maar een jaar van hard werken. Zo'n jaar is ook een jaar van ontspanning, neem ik aan, voor een premier. En u leest, u gaat naar de film, u luistert muziek. Dus ik dacht, nou ja, wat zijn nou de dingen waar de premier naar luistert? Enig idee wat voor muziek hij voor muziek voorkeur heeft? Ik denk, omdat hij zelf ook piano speelt, ik denk dat de premier wel houdt van een lekker klassieke... Denk jij, Irene? Nee, favoriete plaat? Ik denk wel wat hippers. Ja? Een beetje Nederlandstalig, raccoon. Danny? Ik denk dance. Dance? Ja, natuurlijk. Ja, zie je. Dance? Ja, dat is ook zo. Zullen we het gewoon even laten zien? Zijn favoriete plaat? Leuk. Op dit moment? Kijk maar even mee. Hardwell? Ja, ja. Wat een campagne, liever. Een campagne. Ja. Ja, dit Bruno Mars en Mark Ronson. Wel gek. Nou, wat ik me dan afvraag... Kun je ook zo dansen? Nee. Oh, dat niet. Totaal niet. Okay. Ik kan wel goed piano spelen. Spuurluister. Ik heb een totaal ritme. Aritmie. Zou je het willen zien? Dat, dat zou ik nooit vragen. Maar op tafel ook, ja. Maar ik ben er wel nieuwsgierig. Maar deze vind ik, dit is wel moeilijker film. Dit is wel moeilijker. Wat voor genre? Laten we zeggen genre. Genre. Of film? Ja, film. Ja, film. Nou, Leontien, wat denk jij? Niet romantische comedy? Nee? Ik denk wel. Ja, romantische comedy? Ja, dat denk ik. Wat zeggen, ja. Is dit niet actie, thriller, horror. Nee, romantische comedy? Nee, niet. Kung fu? Kung fu. Beetje porno, denk ik. Porno. Wat denk jij? Dat denken jullie allemaal. Vind ik jammer. Vind ik heel jammer dit. Niemand durft het te zeggen. Kijk even mee naar de film. I want them back. They're my property. Ja, waanzinnig. Ja. Ik hou erg van dit soort films. Maar waarom? Waarom? Dit is natuurlijk cult, hè? Want het is een stijl. Het is een film al van 30 jaar terug, hè? Met Mel Gibson. Ja. Daar is mee begonnen. Ja. En ik weet in principe, dit is weer ik vind het een ontzettend goede film. Met Charlie Theron. Ik hou heel erg van dit soort hele foute actiefilms. Ja. Daar hou je gewoon, oké. Ja, vind ik het is bedroevend. Dan tot slot. Sorry, excuus. Nee. Die is wat voorspelbaar. Favoriete boek was de biografie van Thatcher. Ja, het tweede deel. Fantastisch, van Charles Moore. En het beschrijft bijvoorbeeld op een prachtige manier haar relatie. Ja, niet seksueel, maar politiek. Ik maak één keer die grap. Nee, okay. Het is niet te geloven. Hij komt net met z'n allen boven de tafel. Maar begint zo iedereen hier. Dus nee, maar haar relatie met Ronald Reagan. En dat is meesterlijk hoe Reagan in die tijd totaal in paniek raakte als zij naar het Witte Huis kwam. Omdat ze gewoon uiteindelijk deed hij wat zij zei. Hoewel die natuurlijk eerst een uur lang tegenstribbelde. Prachtig beschreven. Kijk, aanrader. Mark Rutte. En op 10 februari trouwens voor het eerste correspondentendiner. Waar je helemaal geroost wordt, zoals het heet. Veel sterkte erbij. En ook dank voor dit gesprek. Mark Rutte.